De afkondigingen namens de kerkenraad. De diensten volgende week zondag 16 augustus om 10 en 1700 uur dominee J. Bos. Een herinnering aan het afwijkende tijdstip van deze van de middagdienst vandaag. Die is om 1600 uur. De collecte voor de kerk en de kerkelijke kassen. En de diaconie houdt een extra geldinzameling voor actie Noodhulp bij Roet en vraagt u om een bijdrage gift over te maken naar de bankrekening van de diaconie. Gegevens van deze bankrekening staan op de laatste pagina van het contactorgaan. En in deze dienst zingen we op ingetogen wijze alleen de psalmversen na de wet en voor en na de preek. Beginnen we deze eredienst met het belijden van onze afhankelijkheid van God en onze hoop op God. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. We vervolgen deze dienst met het luisteren naar het orgelspel van Psalm 60... de versen 1 en 2. O God, hoe hebben wij getreurd, door u verstoten en gescheurd. Gij zijt op ons vergramd geweest, keer weer tot ons, wij zijn bevreesd. Gij hebt, o Heer, het ganse land geschud, gespleten door uw hand. Het wankelt, het gevoelt uw slagen. Ai red, genees het van zijn plagen. Gij hebt uw volk een harde zaak doen zien door uw gestrenge wraak. Door twist op twist het land gekrenkt en ons met zwijmelwijn gedrenkt. Maar nu hebt gij een heilbanier tot roem van uw geducht bestier. Hen die u vrezen op doen steken, zo is uw waarheid ons gebleken. We luisteren naar Psalm 60, de versen 1 en 2.
Luisteren we naar de wet des Heren uit Exodus 20 en zingen daarna Psalm 93, de versen 1 en 4. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
We lezen uit de Bijbel, uit het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 24, de eerste 14 versen. Matteüs 24, vers 1 tot en met 14. En Jezus ging uit en vertrok van de tempel. En zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen van de tempel te tonen. En Jezus zei tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En als Jezus op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordende zeide tot hen, zie toe dat niemand u verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus. En zij zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën en aardbevingen in verschillende plaatsen. Toch al die dingen zijn maar een begin van de smarten. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden. En gij zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden en zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden, tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Tot zover. Laten we bidden om de aanwezigheid en de zegen van de Heilige Geest in deze dienst. Heere God, Schepper van hemel en aarde, wij komen tot u als gemeente. En we komen niet zomaar tot u, maar omdat u die mogelijkheid gegeven hebt. Omdat u ons wil horen, omdat u met ons in relatie, in verbinding wil staan. En dat is vanuit ons gezien een groot wonder. Wij hebben u de rug toegekeerd, de relatie met u verbroken. Heren, dat leert ons uw woord. En wilt u het ons ook leren inleven? Want vanuit onszelf willen we dit niet erkennen, niet geloven. En voor hen die u het al heeft geleerd, is het ook nodig dit steeds weer te leren. Zend daartoe uw Heilige Geest en leer ons dat wonder te zien, dat de weg naar u weer geopend is door het borgwerk van de Heer Jezus Christus. Omdat we niet blijven staan bij onze schuld alleen, maar ook mogen geloven dat onze schuld weggenomen is door Christus. Dat elk van ons dat mag geloven en beleven dat het voor hem of haar persoonlijk waar is. Dat in ieder van ons uw belofte, wie in mij gelooft, die zal zalig worden, mag omarmen, mag toe-eigenen. Heren, wij willen u bidden of u in deze dienst zelf de leiding wilt nemen. Hoe kunnen wij uw woord werkelijk verstaan als niet uw Heilige Geest ons deze doet verstaan?
en toepast in ons hart en leven. We mogen daarbij toch pleiten op uw belofte. Waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. We willen u bidden voor onze gemeente. We dragen allen die met lichamelijke of psychische nood te maken hebben aan u op. U kent toch allen die al zo'n lange tijd hiermee te maken hebben. En ook hen die in stilte lijden. Al weet niemand ervan. U weet het wel. Wilt u ondersteunen, vertroosten en bemoedigen. En kon het zijn herstel geven. En wilt u ook de middelen die ingezet worden zegenen. We dragen ook alle aan u op die korte of langere tijd geleden een geliefde naar het graf hebben moeten brengen. Een vader, een moeder, man of vrouw. Maar in het bijzonder hen die een kind aan de dood moesten afstaan. Dat is toch een gemis dat nooit wendt. We dragen de kinderen, de kleinkinderen en de bekenden van zuster Helms aan u op. Die zij afgelopen week is begraven. Heere, wilt u geven dat haar geloof in u navolging mag krijgen. Het is vakantietijd. Wilt u hen rust en ontspanning geven die dit nodig hebben. We bidden dat ook voor onze predikant en zijn gezin. Zegen hen en geef ze weer nieuwe moed en krachten om in ons midden te dienen. We bidden ook voor hen die niet op vakantie gaan, om wat voor reden dan ook. Dan kan het stil en eenzaam voelen. Heere, wilt u ze laten ervaren dat u nooit op vakantie bent, maar hen kent en van hen afweet. Heere, open ons oor. Open ons hart voor uw woord en zegen de verkondiging. Geef dat we niet gehinderd worden door de warmte. Wij vragen u dit alles in Jezus' naam, uit genade alleen. Amen. We zingen van Psalm 38, de verzen 1 en 21. Dus op het bord staat 14. Dat is verkeerd overgekomen, of heb ik verkeerd opgegeven, dat kan ook. Dus we zingen van Psalm 38, de verzen 1 en 21.
Na het amen van de preek zingen we Psalm 89, de versen 7 en 8. Geliefde gemeente, de uitbraak van het coronavirus heeft de hele wereld op zijn kop gezet. De snelle verbreiding van het virus, eerst in Aziatische landen, daarna al snel in Europa en andere werelddelen, heeft de regeringen van die landen genoodzaakt tot het nemen van verstrekkende maatregelen. Het openbare leven en ook het kerkelijke leven werd aan strenge beperkingen onderworpen. De gemeentes konden niet meer samenkomen en er moesten alternatieve manieren bedacht worden om toch vorm en inhoud te geven aan prediking en pastoraat. Wat heeft dit alles ons te zeggen? Voelen wij niet de behoefte om deze gebeurtenissen te bezien en te duiden in het licht van de Schrift? Onze aandacht wordt in deze dienst geleid naar de woorden van de Heer Jezus zelf over het einde van de tijden en de tekenen van de tijd. Onder die tekenen worden genoemd oorlogen, aardbevingen, hongersnood, maar ook een verschrikkelijke ziekte als de pest. En u begrijpt het punt van overeenkomst wel tussen die snel om zich heen grijpende en zeer besmettelijke en dodelijke ziekte als de pest in vroege dagen en de huidige actualiteit van het coronavirus met zijn snel oplopende aantallen en inmiddels ontelbare besmettingen en wereldwijd duizenden doden. Opvallend is de angst die om zich heen grijpt. Waar komt die angst vandaan? Ineens blijken de zekerheden die men had opgebouwd niet zo zeker meer te zijn. En kan een griepvirus de hele wereldeconomie in korte tijd aan het wankelen brengen. In ieder geval forse klappen toedienen. Welke angst is nu het grootst? Angst om ziek te worden? Angst om economisch verlies te lijden? Of angst vanwege het besef dat er machten en krachten zijn die groter zijn dan wij? En die wij dus ineens niet meer onder onze controle weten te brengen. Hoe dan ook dringt de vraag zich aan ons op hoe wij deze gebeurtenissen en ontwikkelingen geestelijk dienen te verstaan. Is het een oordeel? Is het een roepstem? Het is in elk geval een teken van de tijd dat om bezinning en bekering vraagt. Daarover spreekt de Heer Jezus in Matteüs 24. Naar dit Bijbelgedeelte willen we vandaag luisteren in de prediking van Gods woord. En we nemen daarbij ons uitgangspunt in het zesde vers, de laatste woorden. En nog is het einde niet. Het gaat dus wel naar het einde toe. Het einde van de wereld en de wederkomst van Christus. In het licht van het naderende einde letten we op drie dingen. De tekenen van de tijd spreken van het naderend einde. De volharding in het geloof tot het einde toe. En het evangelie wordt gepredikt totdat het einde komt. Dus het thema in het licht van het naderend einde. En er zijn drie punten. De tekenen van de tijd spreken van het naderend eind. De volharding in het geloof tot het einde toe. Het evangelie wordt gepredikt totdat het einde komt. Het is donderdag. Over enkele dagen zal het paasfeest in Jeruzalem worden gevierd. Aan de avond van deze dag zal Jezus de paasmaaltijd houden met zijn discipelen. Profetisch heeft Jezus fel gesproken tegen de fariseeën en hen kinderen genoemd van hen die de profeten gedood hebben. Matteüs 23. En dan klinken aan het slot van Matteüs 23 de aangrijpende woorden:
Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt, die naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Welk huis zal hier bedoeld zijn? Welk huis, anders dan het huis van God, de tempel in Jeruzalem? Nu begrijpen we wat wordt bedoeld in het eerste vers van hoofdstuk 24. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Er was natuurlijk geen enkele reden om aan Jezus de gebouwen van de tempel te tonen. Alsof hij er nog niet mee bekend zou zijn. Ze kwamen juist uit de tempel. Hij was vertrouwd met de tempel. Maar in het licht van zijn uitspraak, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten, begrijpen we dat de discipelen dit niet konden bevatten. De tempel? Verwoest? Er zou toch zeker niet weer zoiets gaan gebeuren als tijdens de Babylonische wegvoering? Heer Jezus, kijk toch eens naar die prachtige gebouwen en dat indrukwekkende tempelcomplex. Wordt dat huis verwoest? Toen de Heer Jezus voor de eerste keer zijn lijden had aangekondigd, ging Simon Petrus voor hem staan en zei ferm: ja, maar Heere, dat zal toch zeker niet gebeuren? Iets dergelijks zien we ook hier gebeuren. Dit huis verwoest? Dat zal toch zeker niet? Dit kunnen wij ons niet voorstellen. Dat dit prachtige complex, zo solide gebouwd, kan instorten. Maar Jezus antwoordt zonder omwegen en op een manier die niet misverstaan kan worden. Ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En zo ontspint zich een gesprek daar op de Olijfberg. En dat brengt de discipelen tot de vraag die we in vers 3 lezen. Wanneer zal dit zijn? Wat zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding van de wereld? En tussen twee haakjes, in deze vraag van de discipelen worden de wederkomst en de voleinding terecht met elkaar verbonden. Hier komen we nog op terug. En wat is dan het antwoord van de Heer Jezus op deze vraag? Zijn antwoord is niet een jaartal, een datum, een tijd. Bijvoorbeeld 30 september 2034 om 1700 uur. Hij noemt geen datum, geen jaartal, geen tijdsbestek. Maar hij noemt herkenningstekens die ons waakzaam moeten maken. Niet een datum wanneer, maar wel de manier waarop dit zal gebeuren. Het wordt dus wel heel concreet. Er zal niet één steen op de andere gelaten worden. En dat is gebeurd in het jaar 70, ten tijde van de verwoesting van Jeruzalem. Er zullen discipelen zijn geweest die dit hebben meegemaakt. Net als de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79. Dat was een apocalyptisch teken, een teken van de tijd. Maar het onderwijs van de Heer Jezus blijft niet beperkt tot de toenmalige generatie van discipelen. Maar het is voor de kerk van alle tijden en plaatsen. En de tekenen van de tijd zijn dan ook niet gegeven om te gaan uitrekenen wanneer de wederkomst zal zijn, maar om ermee te rekenen dat hij komt. Doet u dat? Ermee rekenen? Hij roept op tot geestelijke waakzaamheid en weerbaarheid. Hij benoemt een aantal tekenen van de tijd die het ons mogelijk maken te herkennen dat zijn toekomst en het einde van de wereld dichterbij komen.
In Matteüs 24 wijst de Heer Jezus ons op 3 terreinen. De wereld, de kerk, de gelovigen. De wereld zal het toneel worden van oorlogen, ziekte en natuurrampen. De kerk zal te maken krijgen met verleidingen en valse profetie. De gelovige zal met vervolgingen geconfronteerd worden. Deze zaken zijn vandaag op alle 3 terreinen uiterst actueel. Deze tekenen zullen nu eens hier, dan weer daar plaatsvinden. Het gaat met golven door de wereldgeschiedenis heen. Bij het voortgaan van de tijd zal er wel sprake zijn van een intensivering, totdat aan het einde der tijden de grote verdrukking komt. Christus spreekt dus over verschrikkelijke natuurrampen en ook over ziekte als een teken dat voorafgaat aan het einde. Er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Het is nog maar een begin. Gemeente, als de wereld nu getroffen wordt door een pandemie, gaat er dan niet een boodschap vanuit die wij in het licht van de Bijbel dienen te verstaan als een roepstem van God? Een indringende roepstem die de mensheid stilzet en klein maakt? Wat moeten we hiermee? Misschien hebt u in gedachten uw antwoord al gereed. Het moet tot verootmoediging leiden. Dat is correct. Maar breng het eens dichter bij uw eigen hart. De vraag is namelijk vandaag aan u en jou en mij of het ons persoonlijk tot verootmoediging leidt. Hebben wij ons hart onderzocht voor Gods aangezicht en de vraag gesteld: zie je of er bij mij een schadelijke weg is? Zijn wij bereid onze heimelijke zonden te benoemen, te belijden en na te laten? Mensen vragen aan mij: is het een oordeel? Mijn antwoord is: u mag het een oordeel noemen, als u maar beseft dat het oordeel begint bij het huis van God. Van de tempel bleef niets over. Wat zal er van de kerk overblijven als wij ons niet verootmoedigen? Wat zal er van onze gemeente overblijven en van de christelijk gereformeerde kerken als kerkverband? Wij moeten inkeren tot onszelf en ons bekeren van onze heimelijke zonden. De hoogmoed van ons hart, de materialistische levensstijl, het verslappen in de godsdienst, de ontrouw in het huwelijk. Wij moeten terugkeren tot de God van onze vaderen en in plaats van wereldgelijkvormig, Christus gelijkvormig leven. In ons persoonlijk leven, in ons huwelijk en gezin. Ook op ons werk en zeker in de kerk. Alleen dan kunnen we ook bidden voor ons land en volk. Voor de regering en overheden. Ons land is bezoedeld door de bloedschuld van de abortuspraktijk. Er kan geen zegen rusten op de vrije seksuele moraal en de genderideologie. De markteconomie is de afgod die de God van de Bijbel overbodig maakt. Dient de roepstem van de huidige coronacrisis ons niet tot bezinning te brengen? Zodat de diepste vragen van het leven niet worden weggewuifd en het leven niet als een pretpark wordt gezien? Laten we bidden voor ons volk en onze regering om wijsheid, om bezinning en inkeer. De tekenen van de tijd kondigen het naderend einde aan. En dat is voor de ongelovige wereld een roepstem, zeker. Maar begin eens bij uzelf.
En dan is het misschien wel evangelie, als u mag horen, nog is het einde niet. Want er is nu nog genadetijd, tijd van Gods geduld. Nee, God is geen vrede God die er plezier in heeft om op een geheel willekeurige manier mensen ziek te maken en te laten sterven. Sommige mensen staan snel klaar om bij dit soort ingrijpende gebeurtenissen ineens God erbij te halen, om hem de schuld te kunnen geven. Normaal denken ze nooit aan God. Maar nu is er het coronavirus en dan heeft God het gedaan. De bedoeling is juist andersom. Heel goed dat we nu aan God gaan denken. Maar denk dan ook eens aan het einde. Hoe zal het einde zijn als u en jouw einde een einde zonder God zou zijn? Eeuwig zonder God? Versta deze roepstem als een indringend getuigenis dat God regeert. Dat hij de hoogmoed van de goddelozen verbreekt. Dat hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. Maar versta dit vooral als een roepstem die u naar hem toe wil trekken om vrede en behoud te vinden. Zaligheid en vreugde voor eeuwig, voordat het einde komt. De tekenen van de tijd en ook het rondwarend coronavirus spreken van het naderend einde. Maar nog is het einde niet. Haast u dan om uw levens wil. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere. Dan zal hij zich over hem ontfermen, tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Jesaja 55. De volharding van het geloof tot het einde. Het woord einde komt 3 keer voor in dit gedeelte, in de versen 6, 13 en 14. Volgens de Heer Jezus komt er dus een einde. Een einde aan deze wereld, een einde aan de geschiedenis van de mensheid op aarde. Nu kan er alleen van een einde gesproken worden als er ook een begin is. En dat is precies zoals de Bijbel de geschiedenis tekent. Namelijk als een lijn die loopt van een beginpunt naar een eindpunt. Lineair noemen we dat en dus niet cyclisch. Zoals bijvoorbeeld in het boeddhisme en andere Oosterse religies. Die stellen dat de geschiedenis voortdurend, eindeloos in een cirkel blijft rondgaan. Nee, het is geen cirkel, maar een lijn. Aan het begin, ja voor het begin staat God. En aan het eind staat God. En ertussenin is God aan het werk. God is de schepper van ons leven. Hij heeft ook een doel voor ogen. Hij werkt naar dat doel toe en dat zal het einde zijn. Nu is het oorspronkelijke doel door de zonde wel doorkruist, maar, let wel, niet definitief doorgekruist. Dat is trouwens wel wat we verdiend hebben. Een heerlijk einddoel voor goed van de baan, te onze zonde. Dat de Bijbel ons leert dat dit heerlijke einddoel niet definitief doorgekruist is, dat hebben we aan het kruis van Christus te danken. Het is de verdienste van de lijdende knecht, de gehoorzame zoon, de getrouwe zaligmaker, dat er toch sprake kan zijn van een heerlijk doel. Een heerlijk einde voor allen die met hun zonde en ellende tot hem de toevlucht namen en behoud vonden. Geldt dat voor u en jou? Onlangs trof mij de uitspraak van dominee Paul Visser die zei: er is geen betere plaats om te zijn dan in de kerk. Want nergens word je zo genadig behandeld als daar.
En dat is omdat daar het evangelie klinkt van Christus, van zijn werk, van zijn lijden, sterven, van zijn opstanding en daarom ook van zijn toekomst. Heerlijk, als dat tot je hart is gaan spreken. In de vraag van de discipelen wordt dus wel heel terecht de verbinding gelegd tussen het werk van de Heer Jezus en het einde van de wereld. Wanneer zal uw toekomst zijn? Hierbij denken we aan de wederkomst van Christus, zijn heerlijke toekomst. Ja, voor de ware gelovigen, de kinderen van God, zal het een heerlijke toekomst zijn. Maar voor wie onbekeerd leeft en sterft, en wie zo die toekomst tegemoet gaat, die zal vergaan. Dan komt er een oordeel van God over hem dat nog 1000 maal zwaarder is dan alle rampen en tegenspoeden en virussen en oorlogen bij elkaar. Voelt u hoe dringend het is en hoe het steeds dringender wordt om jezelf niet te bedriegen? Die kostbare tijd die God je nu geeft niet te versmaden, maar te benutten met gevouwen handen, gebogen knieën? Dan krijg je een ander leven, een heerlijk leven. Een leven met de Heere en een leven uit zijn genade. Ja, maar tegelijk een moeilijk leven. De tijd tussen de hemelvaart en de wederkomst, dat is de eindtijd waarin wij vandaag leven, wordt gekenmerkt door deze tekenen die ook te maken hebben met de beproeving van Gods kinderen en het lijden van de kerk. De Heer Jezus spreekt over verleidingen en vervolgingen. De verleiding door de valse profetie. De verdrukking door het woeden van de antichrist. Het zal nog erger worden. Wat we nu meemaken is nog maar een begin van de smarten. De Heer Jezus in zijn lijden is dé man van smarten. En zijn volk zal ook te maken krijgen met smart. Want het zal bloed, zweet en tranen kosten om getrouw te blijven. Het vraagt zelfverloochening en volharding. En dat gaat altijd ten koste van iets. Het vraagt offers. De gelovigen zullen in toenemende mate in een isolement komen en niet meer worden geduld in de overigens o zo tolerante samenleving. De wetteloosheid zal toenemen en de liefde van velen zal verkillen. Nee, ons is geen kalme reis beloofd. Wie eens in die heerlijke toekomst van Christus mag delen, die zal onderweg daarnaartoe stormen moeten doorstaan. Strijd en lijden, aanvechting en vervolging. Zijn we daarop voorbereid, gemeente? De tekenen van de tijd roepen ons op tot volharding. Hoe kun je dan volharden? Als ik zie op mezelf, hoe kan ik volharden in het geloof? Volharden in de hoop en volharden in de liefde? Toch niet anders dan door te volharden in het gebed. Volharden in het onderzoeken van Gods woord. Volharden in de gemeenschap van de heiligen. Dus zeker ook in trouw en betrokkenheid bij de kerk. Volharden in het navolgen van de Heer Jezus in een geheiligde levenswandel. Gemeente, de volharding der heiligen is een diep geheim. Het is een opdracht, zeker. Maar het is niet minder een gave en een belofte. Uw volharding is alleen mogelijk omdat iemand anders heeft volhard en zal volharden. Laten we ons het volhardende lijden van de Heer Jezus voor de aandacht stellen. Zijn volhardende gehoorzaamheid tot het einde toe. Maar er is meer. Er is nu die volhardende hoge priester in de hemel, die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. En wie door genade zich in zijn genade geborgen weet,
die kan en zal niet uit die biddende handen van Christus vallen, die hij opheft voor de troon. Vader, ik wil. En zo wordt uw volharding gedragen en ondersteund door zijn volharding. Net zoals bij Mozes op de berg, die moe werd. Maar Aaron en Hur ondersteunden hem, zodat Mozes volhardend de staf van het gebed kon blijven opheffen tot God. En in die weg heeft het volk van God de overwinning verkregen. En daarom is dit de troost van de kerk in de verdrukking, de kerk in de eindtijd. Te mogen weten dat er hierboven één is die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Het evangelie wordt gepredikt totdat het einde komt. Nog is het einde niet. Waar is het wachten dan op? Het antwoord geeft Jezus zelf in vers 14. Eerst moet het evangelie van het koninkrijk in de gehele wereld verkondigd worden. Bij alle slecht nieuws dat de wereld in zijn greep heeft momenteel, is het evangelie toch goed nieuws? Nu zou je toch denken dat in een wereld die bol staat van slecht nieuws en nepnieuws, er een warme belangstelling zou zijn als er eindelijk een keer goed nieuws mag worden gebracht. Het tegendeel is het geval. Zo hard is het hart van de mens. Zo hard dat hij niet luistert als God roept. Zich niet vernedert als God slaat. Niet komt als God nodigt. Niet let op de tekenen van de tijd en God niet nodig heeft. Terwijl hij zonder hem verloren gaat. Maar het goede nieuws is dat God toch bij machtig is om dat harde hart te breken. Die dove oren te doorboren, die blinde ogen ziende te maken. Van een vijand een vriend en van een dwaas iemand die wijs is geworden tot zaligheid. Het evangelie van het koninkrijk, zo heet het. Het wordt ook het koninkrijk van de hemelen genoemd. Dat is dus een hemels koninkrijk. Het is er in de hemel waar God koning is en Christus regeert. Maar het komt uit de hemel. En het is nu ook op de aarde. Weet u waar? Overal waar Christus op de troon zit. In het hart van al zijn volk. Is Christus al koning geworden in uw en jouw leven? Zit hij op de troon van je hart? Of zit daar nog steeds je eigen ik? Of afgod mammon? Of afgod verslaving? En hoe komt Christus nu op de troon? Dat is altijd door middel van de prediking van het evangelie en het werk van de Heilige Geest. Dat middel gebruikt de Heilige Geest om de bezetten van ons hart te verdrijven. De kinderen hebben misschien op school wel eens gehoord over de Tweede Wereldoorlog. Dan weet je dat de Duitsers ons land in die oorlogsjaren bezet hielden. De Duitsers heersten over ons. Maar ze waren niet de rechtmatige regering. Het was de vijand die ons land regeerde. Zo is er ook een vijand die ons hart bezet. Die zit op de troon. En wij vinden het best. Want hij belooft ons allerlei zondige pleziertjes die je hart maar begeert. Maar die vijand moet verdreven worden en van de troon gestoten. En dan komt de Heer Jezus als de rechtmatige koning op de troon van je leven. Heerlijk als je daarin delen mag. Als dit het grote geheim van je leven is geworden. Dan heeft het goede nieuws je hart vervuld en je leven vernieuwd. Koning Jezus is nog steeds bezig om onderdanen te werven voor zijn koninkrijk. Ja, Jezus is koning. Kijk eens naar het opschrift boven het kruis. Daar staat het. Maar na zijn sterven en door zijn opstanding is dat koningschap bevestigd.
en is Christus bij zijn hemelvaart ten troon gestegen. Immers, de Vader sprak, Gij zijt mijn zoon, zit op de troon ter rechterhand naast mij. En nu, vanaf zijn troon doet hij het evangelie uitgaan onder alle volken, tot op de dag van vandaag. En dat is wel het belangrijkste teken van de eindtijd. Dat wordt vaak vergeten, maar toch is het zo. Het belangrijkste teken van de eindtijd is niet eens zozeer dat er oorlogen en ziekten en rampen zijn, maar dat het evangelie in de gehele wereld onder alle volken verbreid wordt. Ik zou bijna zeggen als een virus, maar dan één die geen dood en verderf brengt, maar heil en zaligheid. Bent u al besmet geraakt met dit evangelievirus? Zou u het ook niet een andere doorgeven? Wees niet bang om een ander ermee te besmetten. Want heel de wereld moet het horen. Uit alle volkeren, inclusief Israël, brengt hij ze bijeen. En als de laatste van de uitverkorenen is toegebracht, dan zal het einde komen. Ja, het gaat nog door vele verdrukkingen heen. In het slot van hoofdstuk 24 spreekt de Heer Jezus daarover. Leest u dat voor uzelf nog maar eens rustig door vandaag. Het zal zeer zwaar worden. De grote verdrukking. En als die dagen niet verkort zouden worden om de uitverkorene wil, wie zou dan zalig worden? We keren nog even terug naar de vraag van de discipelen aan het begin. Wanneer zal dat zijn, uw toekomst en het einde van de wereld? De Heer Jezus noemt geen datum. Maar hij geeft wel aanwijzingen, de tekenen van de tijd. Ze roepen om het einde. Ze kondigen het einde aan. En ze bereiden het einde voor. Let op die tekenen, het komt allemaal dichterbij. En toch, nog is het einde niet. Is dat misschien omdat u nog toegebracht moet worden? Is het wellicht omdat de Heere wacht tot jij een keer door de knieën gaat? Als het evangelievirus alle volken heeft bereikt, en dat duurt niet zo lang meer, en vele zaligmakend heeft aangestoken en de laatste is toegebracht, dan zal het einde komen. De voleinding. Zijn toekomst. De dag van zijn glorie. Dan breekt dat koninkrijk in de volle luisterbaan, waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. En God alle tranen van de ogen afwist. O, wat een dag zal dat zijn. Dan zal Christus ten volle verheerlijkt worden. De Vader zijn eeuwig heilsplan vervuld hebben. Dan zullen de vijanden voor eeuwig verslagen zijn en zijn volk gezaligd. Gemeente, vandaag geldt, nog is het einde niet. Nog klinkt het evangelie. En hoe zalig het volk dat naar die klanken hoort. Geldt dat ook u? Vond het weerklank in het hart? Ja, dan gaat het nu door veel verdrukkingen heen. Maar zijn macht schraagt en draagt hen in het lijden. Satan probeert ze te laten struikelen. Zijn onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Wees dan getrouw tot de dood. En verwacht uw hulp en kracht van hem die gesproken heeft. Ik zal u geven de kroon des levens. Ja, het evangelievirus brengt de eerkroon. En laat dat nu in het Latijn corona heten. Amen.
gaan de Heere danken en bidden. Heer in de hemel, we komen tot u om u te danken voor het woord dat we mochten horen. Aan deze wereld komt een einde. U heeft zelf ook benoemd wat de tekenen zijn van het naderende einde. Heere, leer ze ons op te merken en laat ze zijn tot verootmoediging en bekering. Allereerst persoonlijk, maar ook kerkelijk en als land en volk. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. In deze tijd worden we allemaal geconfronteerd met de coronapandemie. Wilt u geven dat wij en velen met ons hierdoor leren om te buigen voor u en u oprecht gaan dienen? Werk daartoe met uw Heilige Geest in ons leven. We bidden ook voor alle die zorg verlenen, voor alle die verantwoordelijkheid dragen over het beleid. Nog is het einde niet. Het is nog niet het eindoordeel, maar het is een teken van het naderend einde. Het is nog genadetijd. Bekeer ons voor het te laat is. We bidden u ook voor de slachtoffers van de ramp in Beirut. Wat een verwoesting, wat een leed. En wilt u ons bereid maken om middelen beschikbaar te stellen om daar hulp te verlenen? Zegen de verspreiding en verkondiging van het evangelie over het rond van de aarde, op welke manier dit ook mag geschieden. En breng nog velen toe die in uw heil mogen delen. We willen u danken voor ondersteuning om deze dienst te leiden en alles ordelijk mocht gaan. Wilt u ook het zondige wat er was genadig vergeven. Het goede gebruiken tot uitbreiding van uw koninkrijk. En wilt u ons vanmiddag weer samenbrengen rondom uw woord. Wij bidden u dat alles uit genade alleen. Amen. Tot slot luisteren we naar het orgel dat Psalm 138, vers 4 speelt. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is dat mijn vijandschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Psalm 138.
gelezen preek was van dominee Korvink van Urk. Besluiten wij deze dienst met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer.